Nou, welkom allemaal bij de persconferentie van IJsclub de Vooruitgang. Vandaag zou Hein Vergeer aanwezig zijn. Die heeft helaas moeten laten weten vanmorgen dat hij door een zakelijk spoed verhinderd is vandaag. En van de gemeente Krimpen naar Waard is er helaas niemand bij. Ze hebben wel een verklaring gegeven. Zij waren ook op het laatste moment verhinderd. Maar is zeker de moeite waard om eventjes te vermelden. De gemeente Krimpen naar Waard staat zeer positief ten opzichte van het initiatief. Zowel op het vlak van sportstimulering als wat betreft de uitschaling op toerisme en recreatie. Ondanks dat het een particulier initiatief betreft, is de gemeente met de IJsclub in gesprek hoe het initiatief ondersteund kan worden door de gemeente. Dus dat wilde ik nog even gezegd hebben. Dan ga ik jullie even voorstellen. Rechts van het midden zit Bert Timmerman, voorzitter van de jubileumcommissie van IJsclub Vooruitgang. Naast hem links zit Jan den Houden, erelid en bedenker van het plan waar we het over gaan hebben. Links van Jan den Houden zit Herman Gruiters van IJsworld Binlux. En helemaal rechts zit Remco van der Hamme van Grand Canyon. Vandaag zijn ook aanwezig Agreco Mark Reinders. En achter hem Paul Zwetsloot van Ecovolt. En ook zij kunnen eventueel vragen, als dat straks van toepassing is, beantwoorden. Dan geef ik het woord aan Bert. Dankjewel. Dankjewel, Roselle. Ook namens de jubileumcommissie van de IJsclub Vooruitgang. Welkom op deze mooie warme dag. Een mooie gelegenheid om over een kunstijsbaan te gaan praten. Maar ik ga proberen even kort toe te lichten waarom we hier zijn, wat we willen gaan doen. En wat er allemaal is gebeurd de afgelopen maanden. En dan geef ik daarna het woord over aan de overige sprekers die mij aan zullen vullen op bepaalde onderwerpen. Nou, het is dit jaar 125 jaar geleden dat de IJsclub Vooruitgang werd opgericht. Naar aanleiding van een strenge winter vonden ze in Amberstol dat er ook een IJsclub moest komen. En dat is toen gebeurd op 13 januari. En nou, Amerstol, of onze IJsclub, is een aparte IJsclub. Wij willen natuurlijk stilstaan bij het 125 jaar bestaan, maar we willen dat niet doen door alleen een receptie of een feestavond te organiseren of een kindermiddag. Nee, wij zijn wat dat betreft altijd een beetje eigenwijs en tegendraads. Dus we wilden een jubileumprogramma hebben wat voor al onze leden, en dat zijn er tegenwoordig nogal wat, beschikbaar zou zijn. Nou, dat ga je niet redden met een receptie en een feestavond. Dus we hadden zitten denken, wat kunnen we dan doen? Nou, toen kwam Jan met het idee van, joh, wat zul je ervan denken om een kunstijsbaan neer te leggen? Dat heb ik wel even een paar keer moeten slikken. Maar aan de andere kant is het natuurlijk een enorm uitdagend project. En ook een project wat heel goed bij deze IJsclub past. Want ik mag rustig zeggen dat IJsclub Vooruitgang een van de toonaangevende IJsclubs is in Nederland. Niet alleen omdat we een prachtig mooie accommodatie hebben, maar ook omdat we altijd wel bereid zijn tot leuke dingen. Neem bijvoorbeeld maar het oprichten samen met het feestcomité in Amerstol van de triathlon van Amerstol. Dat 16 jaar heeft plaatsgevonden, waaronder het Nederlands kampioenschap. En daar was deze IJsclub ook mede de initiator toe. Dus dat was eigenlijk het idee van, we moeten een feest organiseren die anders is als alle andere IJsclubs. Nou, toen zijn we dus begonnen met het bedenken van het plan, een 400 meter kunstijsbaan. En ik moet eerlijk zeggen, de eerste maanden is dat allemaal een beetje moeizaam gegaan. We zaten eigenlijk een beetje op een verkeerd spoor. Totdat we uiteindelijk Remco tegenkwamen. En Remco is de man achter de Goudse IJsbaan in Gouda, of tenminste zijn bedrijf. En toen is alles in een sneltreinvaart gegaan. Dat heeft erin geresulteerd dat we in Amsterdam tijdens het WK Allround kennis hebben gemaakt met de mensen van IJsWorld en van Agreco. Een aantal technische mensen van ons hebben daar een rondleiding gekregen. En die kwamen heel enthousiast terug. Nou, direct die dinsdag na het WK is hier een overleg gepland. En toen is eigenlijk alles in gang gezet om te kijken van, kunnen we hier in Amberstol 3 weken lang een kunstijsbaan neerleggen van 400 meter. En dat is natuurlijk best een uniek project. Want we zijn een ijsclub, we zijn een vereniging. We zijn geen club die dat doet uit winstbejag om geld te verdienen. Nee, we gaan hier een ijsbaan neerleggen omdat we vinden dat we als IJsclub iets moeten organiseren voor onze leden. Maar dat we ook wel een beetje uitstraling willen naar de buitenkant van de gemeente. De Krimpen en Waard op de kaart zetten. En kunnen laten zien dat dit echt een regio is waar het schaatsen hoog in het vaandel staat.
Nou, daarna hebben we natuurlijk heel veel keren met elkaar aan de tafel gezeten van... Jongens, is het haalbaar? Is het allemaal wel te doen? Waarom duurt het niet in februari en in oktober? Nou, oktober bewust gekozen, omdat daar natuurlijk een aantal vakantieweken in zit. Maar waarom ga je een kunstijsbaan neerleggen in februari, als je misschien in december of januari al op natuurreis hebt gereden? Dan is het een beetje mosterd naar de maaltijd. Dus nou, toen kwamen we op een gegeven moment van, nou, wat gaat het allemaal kosten? Nou, dat was wel eventjes iets waar ik toch wel een paar nachten van wakker heb gelegen, moet ik eerlijk zeggen. En soms nog wel eens. En dat was best wel een heel bedrag. En toen zijn we eens gaan kijken van, is het haalbaar? En uiteindelijk kwamen we, als we de schouders eronder gaan zetten, we gaan de juiste mensen benaderen, dan moet het te realiseren zijn. Nou, om een heel lang verhaal kort te maken, afgelopen vrijdag hebben we met alle partijen hier om tafel gezeten en hebben we gekeken van, oké, jongens, we halen nu het net op. Hoe ver zijn we? Wat moet er nog gebeuren om te zeggen van, we kunnen hem door laten gaan? Nou, we hebben daar wel een paar dingetjes moeten besluiten. We hebben wat bezuinigingen toegepast binnen de begroting. Maar we hebben wel gezegd van, we gaan ervoor. We gaan ons nu 100% achterzetten. We zetten de schouders eronder. Dus met andere woorden, we gaan ervoor zorgen dat hier vanaf 3 oktober tot en met 28 oktober in Amberstol een kunstijsbaan ligt. En daar zijn we trots op. Want het is, wat ik zei, uniek dat een ijsclub en dan een natuurijsclub zoiets voor elkaar bokst. Deze baan die hier komt, ligt alleen in Rotterdam. Dus commercieel uitgebaat. En in Amsterdam ook commercieel uitgebaat. En eventueel nog met een WK of dat soort dingen. Dat gaan we hier niet doen. Maar in grote lijnen is de programmering die wij voor ogen hebben gelijk aan die van Amsterdam. En dat betekent dat we hier de eerste weken de baan heel veel open zouden stellen voor recreanten, voor kinderen. Maar dat het laatste weekend wordt ingericht als een topsportweekend. We hebben vanuit de KNSB de toezegging gekregen dat Amersfoort op 28 oktober een nationale Maastart competitiewedstrijd heeft. Dat is een wedstrijd uit een serie, als ik het goed zeg uit mijn hoofd, van 4. En dit is er dus één waar dus alle mensen die wat willen gaan betekenen binnen de Maastart in Nederland op af zouden komen. Daarbij komt dat er ook van de week ineens de beweging kwam van de afdeling marathon bij de KNSB. En die heel snel met ons om de tafel wil gaan zitten om te kijken om hier in datzelfde weekend een marathon te organiseren. Daarnaast bestaat ook dit jaar het gewest Zuid-Holland 125 jaar. En die willen heel graag ook mee anticiperen hier in dit verhaal. Om ook hun festiviteiten tijdens dit project te gaan vieren. En in welke vorm en hoedanigheid, daar zijn we over aan het praten. Nou, wat gaan we verder nog meer doen? We hebben met de gemeente Krimpenerwaard een afspraak gemaakt dat zij hun best gaan doen om alle basisscholen in de Krimpenerwaard de gelegenheid te geven om hier schoolschaatsen te gaan doen. Hoe we dat gaan doen, daar zijn we in gesprek. Maar de bedoeling is dat de gemeente gaat faciliteren in het vervoer. En dat wij hier zorgen dat ze op het ijs kunnen. En wellicht eventueel met een workshop. Maar dan moeten we allemaal nog eventjes met onze grote vrienden van de Lexeik overleggen. Of die eventueel wat mensen beschikbaar hebben om dat te ondersteunen. Verder gaan we een evenement doen voor het goede doel. Wij zijn al vanaf 2000 gekoppeld aan de stichting Nankuze. Nankuze is een project van Verburg in Stolwijk. En we hebben daar al jaren het evenement Skate voor Nankuze gedaan, waarvoor de opbrengst gaat naar dat goede doel. Nou, dan hebben we natuurlijk een mooie baan. En wat gaan we dan doen? Dit is natuurlijk een geweldige gelegenheid voor heel veel mensen om ervan te genieten. A, schaatsend. Maar ook natuurlijk als bedrijf zijnde je naam aan te koppelen. Want dit is natuurlijk iets wat je niet zo heel vaak meer terug gaat zien, denk ik, in Nederland. En het staat natuurlijk wel heel erg stoer als jij als bedrijf kan zeggen van, ik ben partner van de coolste. En de coolste, dat schrijf ik dan even op zijn Nederlands. Want anders krijg je problemen met de House of Sports. Van de coolste baan van de Krimpenerwaard. Als jij als bedrijf daar je naam aan kan koppelen. Of als particulier als je zegt van, joh, ik wil daar echt ook wat mee doen. Wat mij betreft heel kort. Eventjes de achterliggende periode. En zoals het moment zoals we hier nu zitten. Hij komt er. En dat is eigenlijk het goede nieuws wat we vandaag te verkondigen hebben. Mochten er nog vragen over zijn, dan mag je mij na afloop natuurlijk altijd eventjes aanschieten. En dan wil ik een en ander heel graag verduidelijken. Ja, dankjewel Bert voor je verhaal.
Geef ik graag het woord aan Jan den Oude. Dat ben ik. Ik ben Jan den Oude. Ik ben erelid van de IJsclub. 78 jaar. En dan ga je denken van, moet je nog wat doen op die leeftijd? Maar ik wil vertellen dat ik in 1967 betrokken was bij de eerste veldijsbaan die we hier neerlegden. En dat was de 333 meter baan waar nu het tweede voetbalveld is. En 1982 was ik er ook bij betrokken toen deze baan aangelegd was. Want we hadden toen een geweldig voordeel dat de voetbal twee velden wilde hebben. Dus dat werd verlegd en wij hadden van die 333 werd het ineens een 400 meter baan. En daar waren we zeer gelukkig mee, want sommigen wisten niet hoeveel rondjes dat ze moesten rijden. Nou, 2013, dat is ook een hoogtepunt weer geweest, ben ik niet bij betrokken geweest. Maar je moet in ieder geval ook andere mensen hebben. Toen is dat de beton er allemaal opgekomen. Ja, nou, geweldig. Ik ben, dat zei 78, maar ik ben geboren en getogen in Amerstol. En ik ben eigenlijk een sofinistisch Amerstollenaar. Alles wat een beetje, laten we zeggen, op de kaart gezet kan worden, daar ben ik voor in. Bert zei het al, van de triathlon. Nou, als je daarachter gaat kijken, zie je nog reclameborden hangen voor marathonswedstrijden die we hier gehad hebben enzovoort. Nou, zo'n dingen hebben altijd mijn rug onder gezet. Dus dit was eigenlijk ook wel iets. Maar daar wil ik even bij vertellen. Was jaarvergadering. De jongens, we moeten een jubileumcommissie hebben. De voorzitter die keek die zaal in de ronde en geen hand. Toen bestelde ik een pilsje en toen zei: ja, Jan den Oude zit erin. Ja, nou, daar zat je dan. Toen heb ik gezegd: nou, ik wil wel meedoen, maar ik wil de eerste, de beste vergadering wel eens even met jullie nog discussiëren. En dat is eigenlijk het idee gekomen. Ik heb gezegd, nou, als je 24, 2500 leden hebt, zo langzamerhand, dan moet je voor al die leden iets zien te doen. En als je daar een tent neerzet met een hoop herrie, wat ze tegenwoordig allemaal doen, nou, dan komen er honderden op af en dan zijn die hangtafels, die zijn overbezet, maar daar bereik je geen 24, 2500 leden mee. Mijn gedachte was toen, nou, laten we daar gewoon heb ik toen ook gezegd, kunstijs op gaan leggen. En dan kan je iedereen een keer laten schaatsen, met zo'n consumptie erbij. En dan kan je alle leden bereiken, wat Bert ook al gezegd. En dan denk ik dat je het beste doet voor je leden. Nou, zo is het eigenlijk ontstaan. Bert heeft het al verder gezegd, we zijn er zeer trots op. Het is gewoon moeilijk om het allemaal voor elkaar te krijgen. We zijn nou, diverse mensen al af geweest om te kijken van, kun je ons helpen? Nou, het is aardig gelukt nog. En ja, ik kan niet anders zeggen, ik ben er bijzonder trots op. En ik wil nog wel eventjes zeggen, zeker voor de pers. Wij vertellen hier nu even snel dat we ijs hebben. Maar als je dus 125 jaar bestaat, dan zit daar een heel verhaal in. Ik heb inderdaad een bidboek geschreven. En daar is een passage uit, kan je eruit halen. Dat kan opgevraagd worden bij Remco. Daar staat de hele geschiedenis van de ijsclub in. Van het eerste baantje, de eerste wedstrijd, tot de laatste evenementen die hier geweest zijn. En dat is niet gering. We hebben, als ik iets geks mag noemen, we hebben ook gevoetbald tegen de kernploeg. Ja, doet een ijsclub dat zomaar? Wat gebeurde? Nou, wat zin? Nee, helaas. En we hadden wel een goede keeper op het doel gezet, Pieter Schravenland, maar die komt ook niet tegenaan. Maar al zulke soort dingen, die staan daarin. Dus is men geïnteresseerd in de hele geschiedenis van die 125 jaar, dan is het daarop terug te vinden. Nou, verder heb ik eigenlijk er niet veel aan toe te voegen. Wij doen ons best en we proberen oktober weer aanwezig te zijn met ijs op de baan en een schaatsen onder de arm. Dank u wel. Dank je wel, Jan. Geef ik het woord aan Herman Gruiters van IJsWorld. Dank je wel. IJsWorld is een bedrijf wat ijsbanen produceert en ook exporteert. Dat wil zeggen, wij verhuren ijsbanen, wij verkopen ijsbanen. Meest aansprekend in Nederland zijn waarschijnlijk drie projecten. Dat is Flevonijs in Biddinghuizen, wat wij gebouwd hebben. Dat is Schaatsbaan Rotterdam. Dat is de coolste baan in het Olympisch Stadion. En niet te vergeten ook het shorttrack evenement in Ahoy, wat geweest is. Bijzonder mooi evenement. Daarnaast, ik werk voor de Benelux dealer. We hebben een aantal dealers in verre landen zitten. En we doen over de hele wereld jaarlijks zo'n 400 ijsbanen. Ik doe voor de Benelux zo'n kleine 60 ijsbanen met de kerst.
Wij krijgen heel veel vragen van mensen die een ijsidee hebben. En zo goed en zo kwaad als het gaat, antwoord je daar op de telefoon door. En we krijgen elk jaar wel zo'n 10 vragen van ijsverenigingen voor een 400 meter baan. Nou weten wij wat de kosten daarvan zijn als je zo'n gesprek begint. Dus toen ik gebeld werd door de heren van Amersfoort, toen heb ik toch niet al te enthousiast gedaan. Ik heb in ieder geval het enthousiasme getemperd. Daar bied ik nu voor alsnog mijn excuses voor aan. Wat hier gaat gebeuren is echt wel bijzonder. Ook al omdat het oktober is. En in oktober, en dat kunnen jullie nakijken op internet, op de KNMI-site, is de gemiddelde buitentemperatuur 16 graden. Is het gemiddeld windkracht 4. En regent het toevallig ook nog redelijk. Heren. De rest wordt gezellig, hoor. Ja. Dat betekent dat het is een uitdaging is om hier een ijsbaan neer te leggen. Gelukkig denken wij groen, wij zijn groen, we zijn ISO gecertificeerd op milieu en we zijn ISO op kwaliteit. En zo'n project, als je dat met dieselgeneratoren moet draaien, ik geloof dat we het uitgerekend hebben, 2,5 ton aan diesel, daar kan je aardig wat voor in de rond rijden. Dat is gewoon niet te betalen. We hebben ook meteen gefocust op een vaste stroomaansluiting, een krachtstroomaansluiting. En dan liefst nog de levering van groene energie. Nou, dankzij Ecovolt, hier ook aanwezig, is dat gebeurd. Ook Mark Reinders van Areco. Dat is best nog een tour om hier een zogenaamde knip in een leiding te leggen. En te zorgen dat je hier dus een zodanig amperage aan krachtstroom krijgt. Dat wij de koelmachines kunnen laten draaien. We zijn uitgerekend op 30 graden plus. Dus bij 30 graden, bij deze temperatuur, kunnen wij nog ijs maken. Alleen de wind is wel een bepalende factor. Het moet dan wel niet waaien. Maar een ijsbaan die eenmaal body heeft, die houden we er goed in. Dit project is dus voor ons ook heel erg bijzonder. Ik ben ook erg blij dat ik ben verkoren om hier de ijsbaan te leggen. Het zal een hele tour worden, maar we gaan ons stinkende best doen om er wat van te maken. Exploitatietechnisch ben ik ervan overtuigd dat het een succes wordt. Ik kwam hier net, ik was een half uur te vroeg en mijn gewoonte is om even naar de parkeerplaats aan de Lek te gaan. Even te genieten van het uitzicht. En toen reed ik bijna een skileraar voor zijn sokken, dus op de dijk. Dus ik denk dat dat wel goed zit. De PR, die hebben we natuurlijk met z'n allen nodig. Daar zijn jullie voor. We hopen op een bijdrage. Maar dit is echt een heel erg uniek project. Dat een kleine vereniging in staat is om zoveel geld te genereren in de krimpende waard. Om deze ijsbaan hier neer te leggen. Dat is echt bijzonder. En het is echt vergelijkbaar met de coolste banen in Amsterdam. Waar hele grote bedrijven achter gaan zitten. En de kracht is toch dat hier een heleboel kleine bedrijven hun bijdrage leveren. En dan ben je gewoon gewild en is eigenlijk op voorhand het succes van zo'n ijsbaan verzekerd. Ik heb wat materiaal meegenomen wat op een tafel ligt. Daar kunnen jullie kijken wat wij nog verder doen. Wij zijn gewoon leverancier van dit hele mooie project. Ik wil niet meer op de voorgrond treden dan dit. En wij gaan gewoon zorgen dat die ijs ligt. En wij hopen gewoon dat de heren van IJsclub de vooruitgang zonder de. En Remco er een enorm feest van gaan maken en het heel succesvol krijgen. Daar wilde ik het bij laten. Dankjewel, Herman. Dan als laatste het woord naar Remco. Remco van der Hamme. Remco van der Hamme dus, van organisatie Bureau Grand Canyon. Dan ben je 24 jaar bezig met het organiseren van allerlei soorten evenementen. Sinds 13 jaar leggen we een ijs met een Gouda. En we hadden al snel door dat dat het spelletje is wat wij het allerleukste vinden om te doen. Dan belt de ijsclub Amersfoort met de vraag voor de 400 meter baan. Dat doen ze eind januari en dat is voor oktober. Ik heb gevraagd, kan het niet later? Bert heeft het net toegelicht. Ik heb gezegd, doe het niet. Doe het een jaar later. Doe het als je 150 jaar bestaat, heb je even wat meer tijd. Ja, je hebt gelijk, we snappen het. Je hebt gelijk, we moeten het niet doen. Maar we doen het toch. Dat was eigenlijk het antwoord. En hier zitten we. En ik heb ontzettend veel respect voor deze heren gekregen. Want ze krijgen het gewoon voor elkaar.
Wat onze rol daarin is, vanaf het eerste moment hebben wij geadviseerd in leveranciers, altijd op de basis van kwaliteit en haalbaarheid. Vandaar de partij die je net hebt gehoord mee naar binnen gehaald. En van daaruit een evenement neerzetten, wat ook echt de vele bezoekers die er gaan komen op een goede manier aan zullen komen. Met goed ijs, goede faciliteiten. Daar hoort ook een mobiliteitsplan bij. Alle facetten zullen daar gewoon organisatorisch goed in worden verwerkt. Begroting, hoe zit die in elkaar? Er zijn al wat vragen over geweest. Bert heeft er net wat over gezegd. Heel grofweg kan je in 4 onderdelen scheiden. We hebben inkomsten uit fondsen en subsidie. We hebben inkomsten uit sponsoring. Inkomsten uit de schaatsverhuur en inkomsten uit Koekezopie. Waarbij je zowel de recreant de Koekezopie aanbiedt. Maar we zullen ons nu ook fors gaan inzetten op de arrangementen. Je hebt gewoon veel te bieden om hier alleen een leuk bedrijfsuitje neer te zetten. Communicatie. Als je zoiets gaat doen, moet je het vertellen. Daar is vandaag een eerste start voor, maar wij zullen daar heel erg op gaan focussen. In de periode dat de baan er ligt, is de herfstvakantie. Die is in 2 regio's verschillend. Dus wij zullen ook onze communicatie inzetten op het stukje recreanten. Op de verschillende perioden richten. Zodat je de herfstvakantie naar 2 weken trekt en daar ook gewoon veel mensen naar binnen haalt. Wij zullen daar ook een aantal grote middelen voor inzetten. OV-reclame, grote abris op de trein en de busstations. We willen goede brochuren huis aan huis in heel de Krimpen en Waard gaan verspreiden. Bioscoopreclame, hebben we goede ervaringen mee, willen we gaan inzetten. Zit je een langere periode, kom je gewoon bij veel mensen op het scherm. En misschien wat het allerbelangrijkste onderdeel in deze tijd is de online marketing. Wij willen goed daar segmenteren. Daar hebben we een vaste partner voor die heel goed onze doelgroep kan bereiken. En daar moeten we gewoon volop inzetten. Dat je alle dagen gevuld bent met de mensen die je wil. Wat wordt onze rol? Wat wordt de rol van Grand Canyon? Naast op alle gebieden adviseur en meehelper en gewoon lid van het team. Wij zullen de volledige organisatie en exploitatie van de schaatsverhuur en het entreebeleid op ons nemen. Daar hoort ook de ijsverzorging bij, daar hoort de ticketcontroleverkoop bij. Maar ook zorgen dat alles veilig en op een leuke manier gebeurt. Datzelfde doen wij voor de Koekezopie. Exploitatie van de dagelijkse omzet, het kopje chocomel en de kop ertessoep. Maar ook het samenstellen en het uitvoeren van de bedrijfsarrangementen. En het ontwikkelen daarvan. En als laatste het samenstellen en uitvoeren van alle commerciële uitingen als partners aanhaken. Wij hebben de ervaring en de expertise om dat te koppelen aan het evenement. Om te zorgen dat de sponsor achteraf tevreden is. Daar gaat het altijd om. Je kan vooraf mooie verhalen hebben, maar het gaat om de evaluatie. Dat ze tevreden zijn. Dus daar zoeken we altijd de juiste mix in. Dat dat ook heel goed in de uitvoering past. Waarbij het nooit ten koste zal gaan van het prachtige landschap of het doel van de ijsbaan en de ijsclub. Verder wil ik een aantal feitelijke dingen gaan noemen, zodat jullie die mee kunnen nemen. Data zijn genoemd, dat is woensdag 3 tot en met zondag 28 oktober, dat zijn 26 dagen. De herfstvakantie in de regio Noord en Midden is 20 tot 28 oktober. In de regio Zuid 13 tot 21 oktober. Wij hebben een vaste filosofie wat betreft openingstijden. Wij willen die zo eenduidig mogelijk houden en de hele periode. En kijken niet zozeer of iedere dag dan eventueel rendabel is. Maar willen gewoon heel duidelijkheid. Men moet het idee hebben dat je hier altijd kan komen schaatsen. En met deze baan zal je zoveel totaal verschillende doelgroepen bereiken. Dat je juist in de rustige ochtenden de echte fanatieke sportschaatsers hebt. En in de herfstvakantie 's middags wat meer de gezinnen met kinderen die voor puur vermaak komen. Dus wij gaan maandag tot donderdag gaan wij minimaal van 9 tot 9 open. Vrijdag en zaterdag willen we dat van 9 tot 11 uur 's avonds. En zonder feestdagen 10 en 9. Volgens mij zijn er niet direct feestdagen, maar we hebben besloten om alles maar ook een beetje feestdag te noemen, Bert. Bij elkaar betekent dat je ruim 300 uur geopend bent en dus schaatsplezier biedt aan de hele regio Krimpen en Waard, maar wij denken ook verder buiten. Entreeprijzen. De entree voor de ijsbaan los ticket kost €5,50, de schaatshuur €2. Daarnaast zullen wij met 10 ritkaarten en abonnementen gaan werken. En voor alle leden van de ijsclub komen daar voordelen aan vast. Daarbij dus direct een extra doel en een oproep om lid te worden van de ijsclub. Dan heb je en ondersteuning en je hebt meteen het voordeel van je abonnement. Die wist je nog niet, hè? Nee.
Stukje nog even uitgebreid over de arrangementen. Vanaf 10 personen kan de arrangementen worden gereserveerd. Kunnen we dingen doen. Die kunnen in de vorm van clinics, die kunnen in de vorm van gewoon een borrelarrangement. We kunnen hier heel veel. We hebben alle ruimte, we hebben de ambiance. En vooral heel veel ijs. Alle mogelijkheden liggen hier. Voor wie ook wat wil. Nu wij die definitieve go hebben gegeven, gaan we er op alle fronten voor. En kan iedereen aanhaken om er met heel de regio een fantastisch feest voor te maken. Ja, mensen, het is een uniek project. En zoals wij hier met z'n vier achter de tafel zitten, dat is natuurlijk niet de groep die het doet. Dus daarom wil ik toch nog wel even aandacht schenken. Ook aan Ekelvult, aan Greco. Maar ook aan mijn mede-jubileumcommissieleden Bert Zeil, Adrie van Holten en Esther Tak. Maar ik wil ook wel even het bestuur bedanken van de IJsclub Vooruitgang voor het vertrouwen dat zij ons schenken om dit project te doen. Ik heb afgelopen dinsdag de club hierbij gepraat. En ik moet eerlijk zeggen dat ik er bijna geen negatieve reacties heb gekregen hierop. Dus ook de dank vanuit de jubileumcommissie voor het bestuur voor het vertrouwen en de ondersteuning. En we zullen jullie de komende maanden nog wel heel hard nodig hebben. Dus ik hoop dat dat ook de komende maanden zo zou zijn. Dus ik wil danken in ieder geval aan onze partners dat we hier vandaag met elkaar zitten en een definitief ja kunnen zeggen. Dankjewel.